Jij vindt het spannend? Ja, ik vind het heel eng. Ja, ik vind het ook een beetje eng. Yo! Hi, welkom bij de vlog van Thomas. Zometeen gaan we allebei aan de leugendetector. En dan mogen we elkaar dus alles vragen. En dan weten we, want zo'n ding werkt dus blijkbaar echt. Weten we of we liegen of niet. We gaan de beste kutvragen nu even op een rijtje zetten. En dan ga ik er echt als een verhoor over horen. En daarna zij mij. Ik heb hier de vragen die ze op zich gesteld. Oh, jij mag er niet op. Shit, Kai mag er niet op, want Kai zit nog officieel nog niet bij ons. Ik heb hier de vragen die ik aan Bibi ga stellen. Ik moet ze even goed opvouwen, want ze mag ze nog niet zien. En nu is het nog heel gezellig allemaal. Maar zometeen dan hangen wij aan een leugendetector. Dan kunnen we gewoon niet liegen. En als we liegen, dan weten we het. Ja. Dus allebei zijn we eigenlijk best wel verpakt. Eerlijkheid duurt het langst, zei mijn moeder altijd. Ja, maar ik wil eigenlijk gewoon snel naar huis. Nou, dan moet je liegen. Nee. Ik wil niet snel naar huis, ik vind het hier hartstikke leuk. Zo. Ik ga heel even zijn camera filmen. Ja, mijn camera heeft een kapsel. Wacht, nou kunnen jullie het ook zien. Is dit een goeie? Oh nee, hè? Nee, dit is... Oh, dit is moeilijk. Nee, ik wil jouw kruis filmen. Oh, we kunnen de mijne kijken. Ja, hierin. Maar ik snap niet, laat maar. Jij filmt de onderkant van mijn camera. Ja, ik probeer juist die pluis te laten zien. Wacht. Ik ga inzoomen op de pluis. Hé. Hey. Dan ga ik inzoomen op, oh, nee, zo. Op jouw schermpje waar jij inzoomt op de pluis. Dit is echt... Dit werkt echt goed. Yay! Zo vermaken YouTubers zich de hele dag. Jij vindt het spannend? Ja, ik vind het heel eng. Ja, ik vind het ook een beetje eng, want ik weet dus nog niet hoor. Wij weten we allebei nog niet wat we aan elkaar gaan vragen. Het is een reactie van je autonome zenuwstelsel. Dus het werkt helemaal los van je wereld. En op het moment dat je stress ervaart, gaat de automatische hartslag omhoog, ga je meer transpireren. Daar voel je bijna niks van, maar dat wordt wel allemaal geregistreerd. Dus dat is eigenlijk hetgene wat je met je meet. Zitten we dan? Zitten we dan? Gezellig. Doe je nog wel? Nee. Het licht is best oké hoor. Je ziet er goed uit. Oh, gelukkig zit het niet aan de leugendetector. Jij is goed. Nee, het zit er nu op. Kleuren. We hebben het net gedaan, allebei aan de leugendetector. Ja. Ja, het was... Vind je wel heel aantrekkelijk hoor. Ja, dat was dus een van de dingen. Ik vraag, vind je me aantrekkelijk? Zegt ze ja. Nou, de leugendingen zijn mooi, nee. Hé, hey, dankjewel hè. Dankjewel hè. Ja, alsjeblieft. Ik vind jou ook heel aantrekkelijk. Ben je lang joh? Je bent gewoon klein. Ja. Maar dat wist je al. Mm-hmm. Top. Hoe lang ben jij? 1,65. Oh. En jij? Dat is lang genoeg. 1,82. Dat is wel heel lang. Nou, ik ben helemaal niet zo heel lang. De leugendetector meneer is langer. Niet. 1,88. Kijk. We hebben een nieuwe figuur bij Concentrate. Ons grote vriend Kai. Tadaa! Nog een Kai. Ja, dat is wel is handig. Tweede Kai. Hoe ga je mij nou noemen? Jij bent Kaitje. Kaitje G? Kaitje G. Kaitje. Ja, maar Kaitje en Kai kan ook. Kaitje. Hey, ik ben Kaitje. Want dan ben jij dus Kai. Ja, Kaitje is dan de Haagse versie en ik ben dan de Rotterdamse versie. Ja. Je hebt net Bibi geïnterviewd, hè? Ik heb net Bibi gedaan. Aan de leugendetector. Hoe ging dat? Nee, ging goed. Zij heeft, ik heb het net al even met haar nabesproken. Maar... Ja. Ja, zijn jullie nog vrienden? Of, Zeker. Nou, sterker nog, het kwam eruit dat als we even een gin tonnetje drinken samen, ja, dat het nog best wel ergens op uit zou kunnen komen. Ze zag je wel zitten. Zo, ik moet beginnen. Nee, okay, jij gaat het doen. Nee, succes man. Yo, thanks. Je eerste meet is Concentrate. Ja, mijn eerste meet is. En vandaag ga ik Andy van de Meiden interviewen aan de hand van een leugendetector. Ja, en in zijn boek Geen Genade heeft hij natuurlijk al een hoop onthuld over zijn leven. Maar ik ben benieuwd wat hij allemaal prijsgeeft als we face-to-face zitten. En het vervelende aan deze opdracht is dat hij mij ook 3 vragen mag stellen. Wil je nog even een laatste reactie geven voordat Kai je te grazen gaat nemen? Ja, ik vind het wel spannend. Ik vind het wel spannend en ik denk dat ik gewoon door de mand ga vallen. Ja? Ben je er bang voor? Ja, zeker. Ja, kut man, daar is het voor hè. Ja, ja. Dat is de hele bedoeling van dat item. Ik denk dat er een scheiding uitkomt en zo. Weet je, oh. Ja, maar dat willen wij ook niet. Oh, okay. Het zou wel een goede sensatie zijn, een promotie van ons kanaal. Ja, ja, ja. Maar, ja, nee. Grappig. Kom wel goed. Ja, tuurlijk. Wordt lachen. Het gaat wel leuk met Kai. Terwijl Kai
Kai G, de nieuwe Kai. Andy van der Meijden aan het interviewen is hierachter. Mag ik de verhoorkamer in? En hiermee nemen we ook een item op over. Dat is een nieuw item. Ik word helemaal kapot gemaakt zo meteen. Dit is de set. Ik heb van die grote lichten op mijn bakken. En dan mag ik zo'n Bobby is zo ook aan de beurt. Heftig allemaal. Zin in? Voor een nieuw seizoen Concentrate moeten daar ook weer nieuwe bannerfoto's voor gemaakt worden. Die heb ik net hier gemaakt. Nou ja, die zie je de mooie muur op de achtergrond en de paraplu's die het licht doen. En dit is een beetje een soort kleine selectie van de foto's alvast. Kijk, we hebben een gekke springfoto. En we hebben vrolijke foto's. We gaan een beetje zwoeler. Even kijken hoor. Dit is een zwoele die zou het kunnen worden. En nog een stoere. En jasje B pakken. Ja, zo hebben we een beetje alles gedaan. En voor mij was Monica, die heeft ook een paar mooie. Je moet ze lachen. Mo heeft ook een paar mooie. Zij is wel echt goed in die foto's hoor. Ik ga eventjes, hier is de wc ook, dus ik neem even de laptop mee als je het niet erg vindt. Nee, ik zat jou even te bekijken, ja. Ja. Het ziet er goed uit, alsof je het vaker doet, de foto's. Dit is echt handig. Ja. Want dan heb je die wind niet als je buiten doet. Precies, en het werkt ook echt goed. En van binnen, hè, nu is het geluid alsnog goed, terwijl je iemand hier achter aan de stofzuiger is. Ja. Ah nee, die is zijn handen aan de kant. Maar het is echt handig. Dat is heel goedkoop ook. Maar dat wil ik ook. Gewoon, jij hebt iets met windpluisje. Heb je daar een handeltje in? Verschillende hoeken gaan we filmen. Ja. En dan wil ik er moois van maken. Het intro tekstje en dat doen we 5 keer. Yes. Top. Alright. Wat zit je lekker in de make-up, lekker in de wimpers heb jij al. Jij zit hier ook al een kwartiertje of 3 te verven. Nee, dat is niet waar. Ik zit hier precies 3 uur. Oké, dat klopt het. Maar je bent wel weer mooi. Ja, hè? Ja. Komt ze binnen, niemand, iedereen, wie ben jij? Hey, we wachten op Bobby, maar ik weet niet dat jij kwam. Je bent ook echt helemaal niet blond. Dat nou, is ook denk, nee. En ik heb een hele donkere huidskleur, die zijn ze nu aan het licht maken. Je bent eigenlijk een negerin. Dat weten weinig mensen, Bobby is eigenlijk een negerin. Ik heb hele gele tanden, die heb ik net al in de bleek gegooid. Wat heb je al gedaan? Ja, kijk maar, ze zijn alweer normaal. Tenminste, ik moet nog 1 laag. Ja, ik wou net zeggen. Doe nog maar 1 laagje. Nee hoor. Ziet er goed uit. Jij gaat straks ook hele mooie foto's krijgen. Ja, benen. Dat moet het allemaal door, aan de make-up zal het niet liggen in ieder geval. Nee, precies. Misschien aan mijn kop, maar... Nee, komt goed. We gaan er een leuk seizoen van maken, hè? Oh, zo zin in? Wat heb jij voor een raar pluisje op je camera? Ja, iedereen heeft over mijn pluisje op mijn camera. Maar dat is... dan wappert het minder als je buiten loopt met de wind. Anders hoor je zo... Het ziet er echt niet uit. Het is een soort stekelbaarsje op je camera. Nee, mijn camera heeft gewoon een kapsel. Top. Ik ga er gewoon dwars voor langs. Ja, doe maar. Ik kan er ook, hij kan ook een hanenkam krijgen. Ik kan hem gewoon verschillende kapsels geven. Doe de volgende keer een andere kleurpluis erop. Oh, dat kan ik wel denken. Ik heb er meerdere, maar ze zijn allemaal grijs. Maar ik ga het wel even. Ja. Hey, succes. Ik moet een pluisje even langs de visie. Volgens mij moet ik een intro tekst gaan doen. Jongen, succes. Dankjewel. Als je denkt van dit is leuk, gewoon doen. We gaan nu de locatie bouwen met hele stoere vaten. En ik ga even helpen. Zou je iets meer naar het midden willen? Top, tekst. Tekst is nu helemaal top. Dat gaan we hem doen. Camerapositie weten we. We weten de tekst. Kunnen we hem gaan opnemen. Iedere maandag plaatsen we een X-video, een extra voor Extreme. Label You draait volledig op jou, onze kijker. Iedere donderdag zien we een Concentrate You video op locatie, waarin jij bepaalt. Marcia, wil jij gaan in... Ja, nog dit is zeker. Ja, dit is wel beter. Ik heb alleen geen foto van je met dit aan, maar... Oh, yeah. Dat maakt niet uit. Hoe? Oh, ja hoor. Daar staat ze, breng je haar dan, hoor. Dat is deze leuk. Is heel erg. Deze moet ik later heel groot in mijn hal hebben. Heel groot heus aan binnenkant. Ja. Dit was me. In zwart-wit dan? Was. Nou, ik vind dit wel leuk staan, moet ik toch wel zeggen. We gaan nu midden door Amsterdam. En het is chill, dakje open. Het gaat helemaal lekker. Ik moet alleen wel een beetje op de weg letten. Ik kan niet te veel filmen en alles tegelijk doen. Dat is te moeilijk. En hier ook eigenlijk goed gaan en niemand ook rijden.
Romy, dit is Romy. Dat is er wel in het film. Romy gaat me even wassen. Dat moet gebeuren. Ik vind het leuk om op de film te zijn. Ja, geweldig. Ja? We zijn er gewend hier. Ja, daar gaan we. Gaat het heel goed? Ja, top. Ja, dit gaat wel lekker verder. Maar is nu heerlijk gewassen. Heb je wel goed gedaan hoor. Gooi maar om. Ondertussen had je door dat ik make-up draag. Maar dat is alleen vandaag. Dat is niet altijd. De eeuwige vraag is: wat gaan we maar doen? Ja, wat gaan we doen? En ik had net wat bedacht, dat ik het bovenop wat langer wil houden. En dan aan de zijkant mag het wel wat korter en minder poefig. Maar toen kwam er van deze kant een idee. En ik sta overal voor open, zei ik net al. De links, hè? Ja. Brad Pitt. Nou, dat vinden alle meisjes leuk, hè? Ja, dat is wel waar. Brad Pitt vinden alle meisjes leuk. Ik ben niet enthousiast. Ja, ik heb een keertje zoiets gehad. En ik krijg daar een beetje een lang hoofd van. Nee, niet als je het goed laat knippen. Maar dat is nog best wel een kunst. dat hele opgeschoren, dat vond ik toch... Er kwamen positieve reacties op, maar ook wel een paar reacties van... We kunnen hem ook gewoon in een compromis knippen. Dat kan er niks af van, dat is een enorme kuif. Maar dat is... Kijk, dat vind ik leuker. Dat wordt wel beter. Ik denk dat het andere te hard is. Dat gaat de goede kant op. Maar dat is ook... Dit is David Beckham is dit. Ja. Ja. Ja, nu komen we ergens. Dan moet er juist haar bij. Ja, dat kan toch ook? Ook dat kan. Haar erbij. Photoshop. We gaan voor David Beckham in plaats van Brad Pitt. Kortom, een sterke koe. Een sterke koe. Toch? Ja. Nou, kom maar door. Halverwege de knipbeurt. Het wordt al een beetje zoals het plaatje. De kuif is er en de zijkant is al een stuk korter. En strakker, dus dat is al fijn. Straks het eindresultaat. Kapper heeft altijd heel goed advies en goede verhalen en zo. Dus we hebben het net even uitgebreid gehad over dat je het altijd veilig moet doen. Toch? Zeker weten. Oh, en nu ga ik even de achterkant bekijken. Dat ziet er strak uit. Want zoals een spreekwoord luidt, voorkomen is beter dan genezen. Ja, en een kind is uiteindelijk niet te genezen. Precies. Buiten die wijsheden om, is David Beckham goed gelukt, toch? Ja, toch? Alan, dankjewel. Heel graag gedaan. Ben jij er blij mee hoe het zit? Heel blij. Jij ook? Ik ook. Zeker. Vind je het mooi? Ik vind het heel mooi. Ja, mijn kapsel bedoel ik. Mijn camera ook. Maar... Wat heb je hier nou? Dat is een pluisje, zodat als ik buiten film, dat dan de wind niet in de microfoon wappert. Dat is heel handig. Ja. Nee, het is heel mooi. Nou, gelukkig. Echt mooi. Daar deed ik het voor. Daar wou ik het voor. Ja, goed gedaan. Hey, thanks. Succes. Ik ga het vanmorgen. Oh, we hebben weer. Ja, precies. Dankjewel. Hey, groetjes aan iedereen. Ga ik doen. Oké. Doei. Ciao, Thomas. Zo, mijn haar is weer kort. De zon die schijnt nog. Dus ik kan nog lekker met het dak open naar huis. Dat ga ik doen ook. Ik moet nog even eten verzinnen en dan ga ik lekker naar huis. Nu ik weer thuis ben, kan ik jullie ook laten zien wat dat pluisje nou is. Waar mensen het al de hele dag over hebben. Want blijkbaar ziet mijn camera er heel fancy uit met dat pluisje bovenop. Ik zal het even laten zien. Kijk, dit is mijn camera. En bovenop zit dus gewoon een pluisje. En dat pluisje, zoals ik al zei, kan je verschillende kapsels geven. Zo heeft hij nu een hanekam. Maar het ziet er nogal maf uit. En het ziet er best wel grappig en blij uit. Maar het werkt dus echt als een gek. En is gewoon heel handig. En ik denk dat binnenkort Monica ook wel aan het pluisje gaat. En iedereen die vlogt. Iedereen op YouTube heeft binnenkort zo'n pluisje op zijn camera. Ik hoop dat je blij bent dat je dit fantastische pluisje hebt meegekregen in je leven. En dat je dat niet hoeft te missen. Ik hoop ook dat je blij bent dat je deze vlog hebt gezien. En als je blij bent, geef dan een duimpje omhoog. En abonneer op dit kanaal. Dan zie je binnenkort weer een nieuwe vlog. En nog meer video's. Dus doe dat vooral. Het is weer laat. Ik ga slapen. Dus zoals altijd. Ciao. We'll be right back.
Thank you.